had niet verwacht dat je buiten nog een QR-code moest laten zien. Bij de Sinterklaasintocht in Druten kwam een aantal bezoekers zondag voor een verrassing te staan. Er werd namelijk gecontroleerd op een QR-code. Mevrouw, u bent hier vandaag naar de Sinterklaasintocht in Druten gekomen, maar u komt niet binnen? Nee, ik heb geen code. Wij komen wel binnen, maar er zijn er een paar bij die zijn niet gevaccineerd, dus we blijven allemaal aan elkaar. Ik had niet verwacht dat je buiten nog een QR-code moest laten zien. Maar het schijnt dat het wel op verschillende plekken is aangekondigd. Nou, het stond niet op de site, hoor. Nee, helemaal niks. Is het niet op... Ik heb het niet gezien staan in ieder geval. Wij wisten het niet, maar ja, we hadden de telefoon bij. Dus dan gewoon even scannen en komen doorlopen. Nou, ik heb daar eigenlijk geen mening over. Ik vind het prima. Voor zowel pers als handhaving was de QR-codecontrole onverwacht. Alleen op Facebook werd vermeld dat er gecontroleerd zou worden op een coronatoegangsbewijs. Deze was alleen nodig voor de aankomst van de Sint aan de Veerdam. Tijdens de optocht naar de sporthal was iedereen wel welkom. De intocht is verder rustig verlopen.